Aan VHP-parlementariër Mahinder Joggi vroegen wij over de uiteenzetting van vicepresident Ashwinuddin vandaag in het parlement. Wat vooral Joggi, waar Joggi vooral kanttekening over plaatst, is de kritische wijze waarop, of de uitlatingen welke de vicepresident heeft gedaan richting de Vereniging van Economisten. We voeren nu naar het vraaggesprek met VHP-parlementariër Mahinder Joggi. De VES heeft meerdere keren aangegeven dat de VES een organisatie is welke een bijdrage wil leveren in het denkproces. In het denkproces om te komen tot een beter Suriname, zeker in economisch opzicht. De VES heeft, als ik het goed heb, bij de totstandkoming van de regering Bouterse 1 en bij 2 een bijdrage geleverd op papier, waar de VES voorstellen heeft gedaan. Het is op geen zin elegant van de vicepresident wanneer hij dus hier bij de beantwoording van vragen van parlementariërs op denigrerende wijze de VES, de Vereniging van Economisten in Suriname, waar meer dan 100 economen zijn aangesloten, bij verschillende disciplines en bedrijven werkzaam zijn, waar een expertise aanwezig is, dat de vicepresident op zo'n denigrerende wijze gemeend heeft hier in het parlement deze mensen aan te pakken. Nota bene op een plaats waar de mensen zich niet kunnen verdedigen. Wanneer de vicepresident van oordeel is dat de VES zaken aan de orde heeft gesteld welke niet juist zijn, dan zou de vicepresident op zijn minst de mensen moeten uitnodigen op zijn kantoor en een uiteenzetting door hen laten verzorgen, waardoor de vicepresident begrijpt waarover de mensen praten. En je kan niet VES de schuld geven waar je niet begrijpt wat de mensen zeggen. Ze hebben iets gezegd dat goed is. Ze willen een bijdrage leveren, ze willen helpen aan het denkproces. Wanneer de president zegt, we hebben alle Surinamers nodig, hoe kan de vicepresident dan zeggen en beschuldigen datgene wat de VES gezegd heeft? Het is niet goed en niet correct wat de vicepresident hier aan de orde heeft gesteld. En zeker niet de wijze waarop. En hij is een aantal keren door uw voorzitter van de VHP, de heer Chandrika Prasad Santokhi, ook erop gewezen dat in feite wat de VES zegt, ook internationale rapporten dat zeggen, maar dat u als vicepresident daaraan voorbij gaat. En we zien dat de vicepresident hierover een andere lezing heeft. Bent u van oordeel dat hij dit met expres deed? Ik denk dat de vicepresident geen keuze heeft. En daarom zeg ik u, vermoedelijk heeft de vicepresident niet begrepen waarover de VES gesproken heeft. En daarom zeg ik, laat hij de VES uitnodigen en de VES een uiteenzetting laten verzorgen, zodat de vicepresident begrijpt. En het is menselijk dat we fouten kunnen maken. Dat we dingen niet begrijpen omdat ze moeilijk en complex zijn. Maar wanneer u in de voorhoede zit van de regering als vicepresident, dan zou je goed moeten begrijpen waarop het gaat en welke vragen de mensen allemaal stellen. En wat de intentie is. De intentie is om een bijdrage te leveren. Ik bedoel, deze regering is begonnen met een koers van 2,80 en we zitten nu bijna bij 8,50 voor een dollar. Deze regering is begonnen met een monetaire reserve van bijkans 1 miljard. En met geleend geld van de IMF en andere middelen zitten we in de orde van 400 miljoen. We zijn achteruit gegaan. We zijn begonnen met een situatie waarbij er koopkracht was in de samenleving. En dat we nu zien dat er enorme chronische armoede heerst in het land. Dat mensen bediend moeten worden van pakketten. Dat mensen niet uitkomen, helemaal niet uitkomen met datgene wat ze verdienen. Dat er nauwelijks arbeidsplaatsen zijn en worden gecreëerd door die regering. Dat er zoveel issues zijn in die regering die om aandacht vragen. Bij Grasalco zijn er onregelmatigheden. Bij de Surinaamse Postsparbank zijn er duizenden vraagtekens. Er zijn meerdere keren banken in opspraak geraakt in het land. En zo kunnen we verder gaan. Elke sector is een beroering. In elke sector zijn er problemen. En wanneer je dan een vertrekpunt hebt gehad als regering Bouterse in 2010, zoals ik eerder heb aangegeven,
En vandaag het land heeft geregeerd naar ondergang en naar verval. En Ibroko Alassani naar Kondre. En wanneer mensen dan een bijdrage willen leveren hun kennis en kunde en jou willen ondersteunen, moet je blij zijn. En dat met beide handen happen. Maar vermoedelijk wil deze regering geen ontwikkeling brengen. Vermoedelijk wil deze regering het volk verarmen en nogmaals verarmen. Zodat het volk afhankelijk wordt van die regering, afhankelijk wordt van dat pakket. En dat de regering bij de verkiezing, de komende verkiezing van 2020, de mensen kan manipuleren. Daar gaat het om. De president had toch aangegeven dat hij niet meer zou reshuffelen. En u ziet, en ik begrijp dat ook de minister van LVV weggaat. Ik begrijp dat Surjan weggaat. Surjan heeft gezegd van luister, hier is mijn portefeuille. De president heeft hem gevraagd om aan te houden. Maar ik hoor een naam uit Nikeri die vermoedelijk ingevuld wordt. En vermoedelijk voor vrijdag wordt die naam ingevuld. Dus niks is op spoor. En dan zou je als regering ondersteuning met beide handen moeten aangrijpen. En in plaats van ondersteuning aan te grijpen met beide handen, zien wij dat de regering hen die een bijdrage willen leveren, afsnoot, beledigt, toch, dingen brengt en bestempelt als er zijn zaken die van onwaarde zijn. Dat moet de vicepresident niet doen. De vicepresident struikelt over datgene wat hij zelf gezegd heeft over de 83.000 mensen die door de overheid worden verzorgd. Hij struikelt. Hij heeft toch zelf gezegd dat wanneer we kunnen ongelimiteerd gaan lenen omdat we 200 miljard hebben aan bodemschatten. Santokki heeft gezegd van luister, wanneer je geen goede regering hebt, wanneer je corruptie hebt in het land, toch? Hoeveel grondstoffen en delfstoffen je ook hebt, maar wanneer je geen goed bestuur hebt, wanneer corruptie hoogtij viert in het land, wanneer besluiteloos heerst in het land, dan komt er geen ontwikkeling. Dat is de rode draad in het betoog van meneer Santokki en heeft gelijk, ja. Dus de vicepresident is geprojecteerd gekomen uit zijn kantoor om dingen hier aan de orde te stellen. En ongeacht welke bijdrage parlementariërs hebben geleverd, hij heeft zijn bijdrage geleverd zonder die bijdrage in te passen en aan te passen. Maar wat vond u zelf van het antwoord dat de vicepresident heeft gegeven ten aanzien van het reshuffelen? Ik denk dat de vicepresident niet veel te brokkelen heeft in de melk in het kabinet. En de vicepresident zegt iets omdat de vicepresident iets moet zeggen. De vicepresident zegt iets omdat hij de regering moet verdedigen. Maar ik vraag mezelf af of de vicepresident niet kijkt naar zijn eigen waardigheid. Van wat zeg ik allemaal? En mag ik dat allemaal zeggen? Moet ik allemaal zo blindelings gaan, van goed gaan verkopen? Alsof het goed is. Hoe is het gesteld met mijn eigen integriteit en mijn eigen waardigheid als mens? Maar ook als deskundige. De man is afgestudeerd aan de universiteit, maar hij is ingenieur. Nou, je hebt het niet gezegd. Je moet het goed als in het parlement en denk je dat je het niet. En dit was TBN Prime Alert van maandag 13 mei 2019. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-493. Nogmaals, 87-493. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.